Het is een drukte van je welste in zwembad de Doeken. Want vanavond, vrijdag 4 april 2008, is er weer de laatste avond van de Nationale Zwemvierdaagse. Na 8 jaar te zijn weg geweest, is de Nationale Zwemvierdaagse dit jaar weer terug in Bunschoten. En naast mij staan twee van de organisatoren, Henry de Jong en Jan ter Beek. Hoe voelen jullie je? Oh, intens, helemaal gelukkig. Gewoon fantastisch, want het is een enorm succes. Een enorm succes. Vertel, hoeveel deelnemers waren er? 300 man op 4 na. Nou, dat is inderdaad een behoorlijk aantal. En waar kwamen deze deelnemers vandaan? Nou, gewoon uit het dorp zelf, maar we hebben ze zelfs uit Amersfoort, Kattenbroek, Vathorst. Uit hele omstreken eigenlijk. Nou, dat klinkt inderdaad fantastisch. Is het nog gelukt om, hebben wat mensen zich ook ingeschreven voor een van de sporten die jullie organiseren? Ja, ik heb ze begrepen van de duikvereniging, reddingsbrigade Bunschoten en waterpolovereniging De Vaart. Natuurlijk, dat er wel wat inschrijvingen binnen zijn gekomen. Dat is natuurlijk wel leuk en dat is natuurlijk ook een klein beetje het doel van die zwemvierdaagse. Om mensen enthousiast te maken voor het zwembad en om te gaan zwemmen. Ik kan me herinneren dat de vorige keer Gert-Jan aangaf dat het doel is om zwem- en poloclub De Vaart uit de rode cijfers te halen. Is dat doel bereikt? Nou, we komen een heel eind, want in het vorige gesprek heb ik toen gezegd dat ik hoopte op 200. Nou, daar gaan we dus dik overheen. Dus we komen wel een stuk vooruit. Dus volgend jaar is de Nationale Zwemvierdaagse weer in Bunschoten aanwezig? Door al deze mensen die nu aan het zwemmen zijn en natuurlijk de dagen ervoor, is het de volgend jaar natuurlijk gewoon weer. Of er moeten hele rare dingen gebeuren, maar daar gaan we niet vanuit. Lydia. En wat is jouw naam? Christine. En wat, is dit de eerste keer dat jullie meedoen? Nee. Hoeveelste keer is het dan? Wel. Wel de eerste keer, hè? Ja, want het is 8 jaar niet op tele. Het is 8 jaar niet geweest, dus. En voor jou ook de eerste keer, denk ik? Ja. En hoe oud ben jij? 8. 7. Jij bent 7. En waarom doen jullie eigenlijk mee? Omdat ik het leuk vind. En wat vind jij zo leuk aan? Zwemmen. Top! Nou, ik vind het leuk om te zwemmen. Leuk om te zwemmen. Is dat, zitten jullie ook op zwemmen? Ik ben er al vanaf. Ik ook. Wat vond je het leukste? Om baantjes te zwemmen. Ook baantjes zwemmen. Nou, ik ben wel heel nieuwsgierig, want hoeveel baantjes hebben jullie dan gezwommen? 1 keer 31, 1 keer 30 1 keer, en 1 keer 22. Nou, dat is echt superveel. En jij? 23, 21 en 22. En je hoeft er eigenlijk maar 10, toch? Ja. Nou, dan zijn jullie wel fanatiek. En jullie moeten, hoeveel baantjes gaan jullie vanavond nog zwemmen voor jullie medaille? 10. 10. Heb jij net meegedaan met de Nationale Zwemvierdaagse of kom je alleen maar vrij zwemmen? Ik heb meegedaan. Je hebt meegedaan, wat leuk. En ben je al klaar? Ja. En hoeveel baantjes heb jij in totaal gezwommen? In totaal 41? 41 ongeveer. 41 in totaal? En dan 20 per avond, zei je? Nee. Eerst 20, toen 21. Oké. En waarom heb jij eigenlijk meegedaan met de zwemvierdaagse? Omdat ik het leuk vond, omdat ik nog nooit mee heb gedaan. Ga jij volgend jaar weer meedoen? Jazeker. Hoe vindt u het dat de Nationale Zwemvierdaagse weer terug is in Bunschoten? Nou, dat vind ik geweldig, want we hebben hem 6 jaar moeten missen dus. En ik ben als een van de grondleggers van de ZNBC De Vaart, heb ik hem jarenlang georganiseerd hier in Bunschoten. Oké, nou hartstikke mooi, want voor de hoeveelste keer doet u al mee? Nou, ik heb opgegeven de 10e keer, maar dat zal wel meerdere keren zijn. En u mag nou nog lekker het water in om de laatste baantjes te zwemmen voor die felbegeerde medaille? Dat doen we zeker. Voor die vetleren medaille, daar gaan we voor. Ik doe volgend jaar weer mee. Ik vond het geweldig!